wilde politieachtervolging op een taxidief vanaf Schiphol is vanmorgen geëindigd in een crash op de A1 bij Terschuur. Helaas wel met een beetje schade voor de taxi, maar de verdachte is aangehouden. Ja, hij zat onder de brandwonden en uiteindelijk heeft een buurvrouw hem onder de lauwe douche gezet. Omstanders schoten direct te hulp toen een man in Tiel zwaar gewond raakte na het inladen van een gasfles. Dit is het scherpste mes ter wereld, letterlijk. En de beste praatjes en meeste verkoop. Daar draait het om tijdens de wedstrijd voor beste stentwerker van Gelderland. Ze maken altijd reclame voor dingen en dan kom je ermee thuis en dan ben je toch teleurgesteld. Goedenavond, het nieuws van zaterdag 3 augustus. Een wilde achtervolging die eindigde in een crash heeft vanmorgen geleid tot een grote file op de A1. De achtervolging begon vanochtend nadat een man een taxi had gestolen op vliegveld Schiphol. Op de A1 bij Terschuur, zo'n 50 kilometer verderop, reed de taxidief in een vangrail. Vanmorgen kwam bij de politie de melding binnen dat er een taxi was gestolen bij Schiphol. Omdat de taxichauffeur direct aangifte deed, wist de politie al snel de vluchtroute van de dief te achterhalen. De taxi was voorzien van track and trace, dus we konden al heel snel zien waar die taxi reed. De collega's uit Amsterdam die konden al heel snel aanhaken en dat heeft geresulteerd in een achtervolging van de A9 over de A1. En die is hierbij Terschuur tot een einde gekomen. De taxidief probeerde met kunst en vliegwerk aan de politie te ontsnappen. En daarbij nam hij de nodige risico's. Onderweg probeerde de politie de taxi klem te rijden. Uiteindelijk reed de dief met volle vaart in de vangrail en ramde daarbij ook nog een politieauto. Niemand raakte gewond. De politie heeft wel het vermoeden dat de dief onderweg meer problemen heeft veroorzaakt. Wij denken van wel. We weten eigenlijk bijna zeker. En we vragen ook om de mensen die betrokken zijn geweest bij enig contact met de taxi, met hun eigen voertuig, dus die ook betrokken zijn geweest bij een aanrijding, om zich te melden bij de politie. Omdat de plaats van het ongeval voor onderzoek moest worden afgezet, ontstond er een extreem lange file op de snelweg richting Apeldoorn. Rond 12 uur stond er zelfs 16 kilometer file. Veel automobilisten liepen daardoor flinke vertraging op. Het was een flinke file, ja. Dat heeft even geduurd. Ja. Zeker, ja. Dan hier in de file gestaan. Van Utrecht vandaan tot hier toe. Ja, flinke file, ja. Balen? Ja, balen. Nou, doe je eraan, hè? Niks, hè. In het begin van de middag werd de snelweg weer vrijgegeven en loste de file langzaam weer op. De taxidief is aangehouden en zit voorlopig vast. Een man uit Tiel is zwaar gewond geraakt bij een autobrand. Het slachtoffer was rond het middaguur bezig met het inladen van een oude gasfles. Die jongen die zagen we voorbij lopen en in één keer hoorden we een hele harde, doffe knal. En toen zagen we meteen zo'n steekvlam binnen in de auto. De politie denkt dat de man de gasfles leeg heeft laten lopen om bij de sloop in te leveren. Het ging mis bij het inladen van de fles in de auto. Omstanders hielpen de Tielenaar onder een koude douche in een nabijgelegen woning. Hij wordt in het brandwondencentrum in Beverwijk behandeld aan zijn ernstige verwondingen. Een tocht van 3600 kilometer afleggen op een fiets. En dat zal wel eens wat zadelpijn kunnen opleveren voor Oosterbeker Volker Müller. De pijn neemt hij voor lief, want Müller fietst naar Rusland voor een goed doel. Vanochtend vroeg vertrok hij en zijn zadel is niet de zachtste. Het is een enorme hard zadel wat ik heb. Ik heb hem getraind. Wat gaat er met je billen gebeuren? Oh, die zijn wel redelijk ingereden al, dus dat scheelt. Volko start hier bij het Arnhemse sportcentrum Papendal en fietst naar het Russische Sochi. 3600 kilometer wil hij afleggen. Hij trainde elke dag. Met name het laatste stuk in Rusland wordt heel heftig. Dat is een ga je al door het Krimgebergte heen. En daar zijn wel wat flinke hellinkjes te pakken. Ja. Er zullen vast momenten zijn dat ik inderdaad het zwaar ga hebben. Ja. En pijn doorstaat hij, want Volko doet het voor hem. Stefan Thijs uit Arnhem. Stefan heeft een dodelijke spierziekte, SMA. En deze ziekte zorgt ervoor dat alle spierkracht geleidelijk afneemt. Lotgenoot Nicole Tromp is trots op de sponsorfietstocht. Al het opgehaalde geld gaat naar onderzoek. Ah, helemaal geweldig. Wat kan u allemaal niet? Wilt u de hele waslijst? Nou, lopen, maar dat heb ik waarschijnlijk al gezien. Want ik zit in een elektrisch rolstoel. Ik kan zelfs ook niet goed ademhalen. Ik heb net als Stefan ook een beademingsapparaat achter op de rolstoel. En ondanks deze handicap gaat Stefan met twee beademingsapparaten ook richting Rusland. Nou, ik wens je ook heel veel succes met de autorit. Ook spannend en uitdagend. Je eigen roadmovie. Dat is niet zonder risico. Ik heb alleen een tent. En als de tent kapot gaat, kan ik een nieuwe kopen. Want de ademmachine kapot gaat, dat is een heel ander verhaal.
De taal is ook een uitdaging. Kun je een woord Russisch? Niet. Zo klinkt het startschot van de Miles for Muscles. Over ruim 40 dagen hoopt Volker er te zijn, Sochi, de Russische stad waar volgend jaar de Olympische Winterspelen worden georganiseerd. Ja, de organisatie hoopt €250.000 op te halen voor een onderzoek naar de spierziekte. Het geld gaat naar het Prinses Beatrix Spierfonds. Wie heeft het beste verkooppraatje? Is het meest origineel en overtuigend? In Putten streden vandaag zo'n 30 kooplui om de titel beste standwerker van Gelderland. En het publiek luisterde maar wat graag naar al die verkoopverhalen en kocht maar raak. Drie standwerkers, drie producten. Allemaal hebben ze hun eigen stijl, maar wat is hun geheim? Dit is het scherpste mes ter wereld, letterlijk. En als je dus met een keramisch mes snijdt... Nou, ik denk dat veel mensen niet komen voor messen. Die komen omdat ze dachten van we gaan eens gezellig over de markt of door de winkelstraat wandelen. Ze zien dan een opstootje, een groepje. En dan gaan ze kijken. En dan langzaamaan gaan ze toch interesse krijgen voor het product als het goed gedaan wordt door de standwerker. En dan hopelijk aan het einde van de rit zijn ze zo overtuigd dat ze het toch kopen. Het hele setje aan €30? Zo'n setje doen? Moet je dat nou doen? We hebben al messen. We hebben messen. Een hele set. Weer een overtollig set. Ja. U weet het misschien ook wel. Vroeger, hè? Op die oude dingen. En dan een keer uitschieten met je vingers in het mes. En er staan kinderen bij. Nou, die leren mooie nieuwe woorden. Weet je wat het is? Dat zit in je. Je moet een beetje feeling krijgen met je klanten. En in de jaren heb ik dat geleerd. Als ze nou eerst maar 5 keer ja gezegd hebben, zeggen ze nooit meer nee. U krijgt hem over de mee, zo'n tuin, zo lang geleden de weekenddag. We komen eigenlijk net zo de markt op. We staan even te kijken. Overtuigd. Overtuigd binnen een paar minuten. Maar niet alleen de gewone klant overtuigt Hans Schoppel. Ook drie dames die anoniem jureren willen nu zijn groenteschaaf kopen. Ik zit vaak thuis ook en vooral met bietjes. En dan heb ik toch weer bloed aan mijn... omdat je toch weer te ver doorgaat. Met bietjes zie je dat niet het verschil. Dat is een onsmakelijk verhaal, maar het is wel zo. Ja. Ik ga er een halen, ja. Iedere standwerker heeft zijn eigen tactiek. Humor staat op nummer 1, maar de huidige Nederlands kampioen heeft een geheim wapen. Kom iets dichterbij, krijg een cadeautje van me. Kom maar. En ook hier gaan de portemonnees open. Was hij van plan iets te kopen vandaag? Nee, helemaal niet. Dus hij is wel heel overtuigend. De groenteschaaf en de blije voet zijn vandaag tweede en derde geworden. Het is al jarenlang een begrip. De officiële zwemtocht Batenburg-Appeltern. Maar ooit begon het als weddenschap. Dat zo meteen. Ze laten het zich smaken. De bezoekers van het jaarlijkse bierfeest vandaag in Ermelo. Liefhebbers konden zo'n 90 verschillende biertjes proeven van de 30 vaderlandse bierbrouwerijen die aanwezig waren. Voor de bewust onbeschonken bestuurders, die niet van al dat lekkers konden genieten, was er een schrale troost. Voor hen was de entree gratis. Een week lang duurde het opzetten van de 80.000 dominosteentjes. En vanmiddag in Arnhem hadden ze in 10 minuten allemaal om moeten vallen. Maar dat lukte niet. De leden van het Dutch Domino Team moesten de steentjes meerdere keren een extra zetje geven. En daarmee viel hun recordpoging in het water. Gisteren is in de afgedamde Maas bij Aalst een otter gezien. Dat is een bijzondere gebeurtenis volgens Stichting Otterstation Nederland. Want de dichtstbijzijnde populatie van otters is in Doesburg. De laatste keer dat een otter in de regio bij Aalst werd gespot is 7 jaar geleden. Dat dier werd toen overreden bij een snelweg bij Waspik. Vandaag was de historische museumboerderij Mariahoeve in Putten weer het toneel van het jaarlijkse oogstfeest. Vroegere tijden kwamen tot leven met klederdracht en een workshop grasmaaien met een zeis. Ook konden bezoekers genieten van ouderwetse melkmoes. Een streekgerecht met gort, rookworst, rozijnen en stroop. De Gelderse Muziekzomer is gisteravond begonnen. 200 jonge topmuzici uit de hele wereld trekken de komende weken door de provincie. Het eerste concert was gisteravond in Nijmegen. Geweldig, vind ik het. Hartstikke leuk. Ja, we zijn ook speciaal voor gekomen. Ik ben al jaren een trouw aanhanger van de NJO Muziekzomer en ik ben hier heel graag, ja.
ik denk als je hier even om je heen kijkt en je ziet al die gezichten en al die mensen die hier genieten van geweldige muziek die ze echt nog nooit gehoord hebben. Nou, dan denk ik dat Gelderland echt heel erg in zijn handjes mag knijpen dat dit hier gebeurt. De tour sluit op zondag 18 augustus met een middagconcert in Nijmegen en een avondconcert in Apeldoorn. En vanavond spelen ze onder meer in Radio Kootwijk en Nunspeet. Het begon ooit als een weddenschap. De Jan de Koele zwemtocht van Batenburg naar Appeltern. Inmiddels is het een jaarlijks evenement en doen er zo'n 200 zwemmers mee aan de tocht van 3,5 kilometer in het water van de Maas. In Batenburg maken de zwemmers zich klaar om het water van de Maas te trotseren. Een goede voorbereiding is het halve werk. Vooral jezelf goed insmeren. Ja, zodat er niks blijft plakken. Ik vind het een heel uniek evenement dat je van het ene dorp naar het andere zwemt. Hier instapt en aan de andere kant eruit stapt. Leuke sfeer. De vrijheid, je ligt midden tussen de bomen. De natuur. Ah, het is gewoon fantastisch. Ja, echt heel mooi, de natuur. Ik zie nog eens af en toe een ijsvogel. En dan om 2 uur, als iedereen er klaar voor is, is het moment daar. Tegen de 200 deelnemers gaan de Maas in. En dan kan het zwemmen beginnen. De zwemtocht begon ooit als een uit de hand gelopen weddenschap tussen 2 kroegbazen. Eén uitbater grapte, toen hij in het café van de andere zat, dat hij wel even terug zou zwemmen naar zijn eigen kroeg. En dan 30 jaar later heet dat nog last van. De omstandigheden zijn vandaag ideaal. Het zonnetje schijnt en het water is 24 graden. Gaat lekker! Even de nek ontspannen. Er zijn veel zwemmers die het tempo hoog houden. En ondanks dat het geen wedstrijd is, is er altijd wel eentje die als eerste de finish haalt. Hoe was de tocht? Ja, lekker. Lekker warm water. Wel wat golfjes door de wind en zo, maar het is heerlijk om hier te zwemmen. Ja, het ging lekker. Heerlijk weer, een beetje warm zelfs in pak, maar mooi was nog, net voordat ik hier binnenkwam zag ik dat mijn vriend achter me lag. Dat had ik niet eens door. Dus die heb je verslagen? Ja, het is geen wedstrijd hè. Stiekem is het altijd wel een beetje competitie. En uiteindelijk zijn ook de langzamere zwemmers in Appeltern aangekomen. Het was vandaag even op adem komen. De extreme warmte van vrijdag is verdreven. Margot, blijft dat ook zo? De komende dagen wordt het opnieuw weer warmer. Vandaag minder warm dan gisteren, maar toch op veel plaatsen zomers 25 graden. Morgen 26 of 27 en maandag wellicht in het oosten opnieuw tropisch warm. En met 2 tropische dagen, donderdag en vrijdag, hebben we misschien opnieuw weer een regionale hittegolf te pakken. Het koufront afgelopen nacht passeerde met een drupje regen veel te weinig. Dus het blijft ook nog eens aan de droge kant. Sproeien van de tuintjes is noodzakelijk. Pas vanaf woensdag dan neemt de buienkans structureel toe. Nou, vandaag achter het koufront wat we boven Duitsland zien liggen. Aanvoer van minder warme lucht. Onstabiel. Stapelwolken werden gevormd met een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen droog. Die stapelwolken die gaan allemaal verdwijnen. Vannacht is het helder en het koelt lekker af naar 12 graden. En is het warm in huis, dan even alle ramen en deuren tegen elkaar open. Morgen een mooie dag. De lucht is droger, dus er ontstaan een paar stapelwolkjes, maar de zon heeft de overhand. Het blijft overal droog. Er is minder wind dan vandaag, dus de temperaturen lopen weer een graadje hoger op. 26, 27 graden. Maandag wordt het 29 graden gemiddeld, maar wellicht in het oosten in de Achterhoek 30 graden. En dan hebben we toch weer die regionale hittegolf te pakken. In de nacht naar dinsdag toe dan een paar regen- en onweersbuien. En daarna gaat de temperatuur wat omlaag, met op dinsdag nog ruimte voor de zon, maar vanaf woensdag toch een toenemende kans op regen- en onweersbuien. Tot zover het nieuws van deze uitzending, waarin u zag dat een taxidief niet aan de politie wist te ontkomen en ingerekend werd op de A1 bij Terschuur. Het zorgde voor een flinke file. En je heel wat in je mars moet hebben om de beste stentwerker van Gelderland te worden. Dit was het. Ik wens u nog een fijne avond.